Yo, what up champs, welkom vandaag bij een gloednieuwe video. Vandaag sta ik hier naast de one and only Michael Tuitbom Boapea. Hoe is je met je bro? In de building, goed. Gaat man, met jou? Ja, zeker. Tijdje geleden hè, Glory 90 spraken ja, we elkaar. Ja, klopt man, tijdje geleden weer dat ik heb gevochten. Maar, zeker. Ja man, we trainen gewoon. Ik probeer aan de dingen te werken waar ik nog beter in moet worden. Maar, we zijn er gewoon, man. Ja, netjes. Ja, man. We zijn hier natuurlijk bij de officiële open dag voor het media, voor inderdaad, voor Kel. We zijn hier natuurlijk ook voor de Tank Gebebes. Jij traint momenteel met allemaal mensen die in hun trainingskamp zitten, in de laatste fases naar hun wedstrijd toe. Ja. Zorg dat ervoor dat voor jou ook een extra push wordt gezet achter de trainingen. Ja, weet je wat het is? Kijk, bij iemand, ik hou gewoon van trainen. Of ik moet vechten of niet. Kijk, nu bijvoorbeeld heb ik geen gevecht staan. Ik heb nog lang geen gevecht staan, maar ik hou er gewoon van om te trainen. Ik train nu bijvoorbeeld gewoon 6 keer, 7 keer in de week, weet je. Yeah. Dus ja, ik hou er gewoon van om fit te blijven. En natuurlijk, die jongens moeten vechten en ik weet, ik ben best wel een vervelende vechter. Yeah. Dus ik probeer ook het leven van hun een beetje zuur te maken. Want ik weet uiteindelijk, als ik het zuur maak voor hun hier, dat het in de ring veel beter gaat met hun. Alleen maar beter op ja, die toch? Manier, toch? Ja, en andersom doen ze het ook bij mij, dus... Dan is het wel zover om dat zo te doen. Ja, precies. Snap je. Ik zag ook dat jij weer bezig was met personal training geven. Ja, dat was als het goed een tijdje aan de kant gezet, maar dat heb je weer opgepakt. Ja, klopt. Kijk, nu dat ik niet hoef te vechten, kan je zeg maar ook de randzaken die eigenlijk een beetje gewoon... die je eigenlijk gewoon een beetje wilt opkrikken, kan je nu ook doen, zeg maar, snap je? Dus eerst was het om de 2 maanden, om de maand vechten. Dus dan heb je eigenlijk geen tijd voor andere dingen. Juist. En het lesgeven vond ik altijd leuk. Weet je, nu dat ik niet in fightcamp ben, wil ik toch bezig blijven. Toch een beetje extra geld verdienen. Nee. Ik wil een grapje, maar ja, je weet toch, ik wil gewoon bezig blijven. Maak een grapje. Ja. Maar ik hou er gewoon van om bezig te zijn, weet je? Dus ik dacht van, nu dat ik niet 2 keer per dag hoef te trainen, laat me mensen wat beter maken, laat me mensen helpen met afvallen. Dus dat eigenlijk, man. Gewoon een bezigheid, gewoon. Daar hou ik van om bezig te zijn. Ja. Ik geniet ook echt van als ik jou op social media ook volg. Ja. Want ik zie onder andere ook, want jij bent ook echt veel bezig met je gezondheid. Los van dat je inderdaad die wedstrijd hebt. Want ik zag ook laatst dat je een 48 uur watervast had gedaan of zo. Crazy. Ja? Daarom ik zeg, ik ben iemand, ik kan niet stil blijven zitten, weet je. Ik zoek nieuwe prikkelingen, nieuwe uitdagingen. Ja. Dus ik dacht, oké, ik hoef niet te vechten. Maar hoe kan ik mezelf toch een beetje uitdagen dat ik denk, poeh. Toen dacht ik, toen zag ik dat Waterfest. Toen dacht ik van, wow, 3 dagen niet eten. Kan ik dat? Maar als die vraag al zeg maar in mijn hoofd van, kan ik dat? Dan denk ik van, ja man, laat me dan het uitdagen. Dan kan je het al eigenlijk. Precies. Dus ik heb het geprobeerd. Het was wel pittig, maar ik heb het wel gehaald. Dat is een champ mentality, man. Dat zeg ik je heel eerlijk. Ja, man. Ik haat het eigenlijk om het te gaan benoemen, maar ik wil toch even gaan hebben over je laatste partij tegen Wisse. Geen probleem. Als jij terugkijkt naar die partij, wat denk jij dan? Goeie vraag, wat ik denk. Om het een woord te geven, is denk ik goede leermoment. Juist. Goede leermoment. Weet je, we kunnen allemaal redenen nu op gaan noemen, maar ik denk dat het voor mij vooral een goede leermoment is. Weet je, ik... heb in ieder geval veel harten gestolen, zag ik. En ik kan er niet veel over zeggen. Ik denk gewoon vooral dat het een goede leermoment is. Ik heb in ieder geval gewoon de mensen een goede show gegeven. Juist. Dat is sowieso nummer 1 bij mij. Win of verlies, ik moet sowieso maar alles geven. En ik weet als ik dat doe, dat het altijd gewoon voor spektakel zorgt, snap je? Dus vooral een goede leermoment. Je hebt zeker de harten gestolen, ook van onze kijkers. Je hebt destijds toen met mijn collega heb je ook een interview gehad. Ja. En die is ook behoorlijk viral gegaan op dat moment. Inderdaad. Ja. En je bent gewoon ook een man van het publiek. Ja. Als laatste, ik zag ook op social media, had je een foto geplaatst met de hashtag TakeOverSeason. Is klaar, man. Het is ready. Wat ik al tegen je zei, weet je, het was een goede leermoment. Maar ik heb nu genoeg geleerd. En nu is het gewoon tijd om over te nemen, man. Ik ga binnenkort weer vechten, ik mag er niet te veel over vertellen. Okay. Maar er zijn gesprekken gaan. Ja, zeker. Dus ik denk binnen nu en 3 weken weet heel de wereld weer. En dan ga ik gewoon weer laten zien wie ik echt ben, man. En het is time to take over, man. Serieus.